Marktwerking in de gezondheidszorg is een zegen. Dat wil zeggen als het onder de juiste randvoorwaarden wordt ingevoerd. Zorgvuldige invoering is cruciaal voor het welslagen van de marktwerking, maar het is niet de bedoeling om nu al heel snel weer terug te grijpen op allerlei overheidsmaatregelen die we nu juist met goede bedoelingen hebben afgeschaft. De eerste signalen zijn soms positief, soms iets minder positief. Maar het is in ieder geval nu nog veel te vroeg om een radicaal andere keuze te bepleiten. De keuze voor de stelselvoorziening komt voort uit tientallen jaren discussie. Daar is goed over nagedacht. En het invoeren van meer overheidsbemoeienis, zoals onlangs bepleit door een aantal politieke partijen, is op dit moment niet de weg die we volgens mij moeten opgaan. De marktwerking lijkt wel allerlei grenzen af te tasten, middels rechtszaken, et cetera. Is dat goed of is dat niet goed? Nou, een van de belangrijke voorwaarden voor het systeem met gereguleerde concurrentie, zoals we dat nu in Nederland hebben, is dat er een slagvaardige mededingingsautoriteit is. En wat we wel zien, is dat de grenzen waar de mededingingsautoriteit wel en niet toe in staat is, dat die zo langzamerhand wel duidelijk worden. Onlangs heeft de NMA een belangrijke zaak verloren voor de rechtbank over de kartels in de thuiszorg. Daar werd uiteindelijk nu geconcludeerd door de rechter dat het bewijs niet overtuigend was. De komende tijd zal moeten uitwijzen of die mededingingsautoriteit inderdaad voldoende slagkracht, voldoende maatregelen kan nemen om die concurrentie in de zorg ook daadwerkelijk te waarborgen. En daar staat tegenover dat ook van de kant van de aanbieders flexibiliteit wordt gevraagd om juist vormen van samenwerking die de kwaliteit bevorderen van de grond te krijgen. Dat is een heel belangrijk onderwerp wat de komende tijd steeds vaker op de agenda zal komen te staan. In de gezondheidszorg wordt gesproken nu over privaat kapitaal en ziekenhuizen. Gaat dat dan niet eigenlijk de verkeerde kant op? Nou, een van de bijwerkingen van het Nederlandse zorgstelsel is dat de risico's voor ziekenhuizen sterk zijn toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. De budgetzekerheid is weggevallen. Dat betekent dat de vermogenspositie van veel ziekenhuizen op dit moment te zwak is om overeind te blijven en zeker ook om investeringen te doen. In mijn ogen is het toestaan van privaat kapitaal een weg die we wel op zullen moeten gaan. Belangrijk is daarbij dat de juiste voorwaarden worden gekozen, zodat de bijwerkingen van private investeerders, die winst beogen, zoals bijvoorbeeld het risico op kwaliteitsachteruitgang, minimalisatie van de kosten, het terugbrengen van het zorgaanbod, dat wordt tegengegaan. Het probleem misschien met de gezondheidszorg is dat je morele dilemma's daar hebt die moeilijk omgezet kunnen worden in geld. Ja, dat klopt. Dat is altijd een belangrijk punt van aandacht. Dat is ook de reden waarom binnen de economische wetenschap gezondheidseconomie een hele aparte tak van sport is. Het is dus ook belangrijk om na te denken over marktwerking onder de juiste randvoorwaarden. Het gaat niet over de invoering van vrije marktwerking. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Het gaat om gereguleerde concurrentie. Er is veel regelgeving. De overheid heeft nog steeds een flinke vinger in de pap. En dat is ook maar goed ook. Juist om de kwaliteit te waarborgen. Om de toegankelijkheid te waarborgen. En de komende tijd zal dus ook heel veel energie en aandacht nog gestoken moeten worden in het optimaliseren van die randvoorwaarden. Maar zoals ik zo straks al zei, het is momenteel echt nog veel te vroeg om te bepleiten dat de overheid weer een veel grotere rol zou moeten spelen. Ook al omdat de situatie waar we uit voortkomen, met heel veel overheidsbemoeienis, er uiteindelijk toe heeft geleid dat de omstandigheden dusdanig waren dat een grote stelselvoorziening nodig was. Het kan natuurlijk zijn dat de marktwerking in de zorg doorslaat en dat dan correctief moet opgetreden worden. Maar dat is natuurlijk altijd achteraf. En in de gezondheidszorg kan dat wel heel vervelend zijn geweest voor de betrokken mensen. Ja, in dat opzicht is het dus ook belangrijk dat je heel zorgvuldig je afwegingen maakt als overheid op het moment dat je besluit om in bepaalde deelsectoren van de gezondheidszorg marktwerking te introduceren. Nou, een voorbeeld daarvan waar dat in mijn ogen minder goed gelukt is, is bij het vrijlaten van de tarieven voor de mondzorg. Daar is in mijn ogen te snel besloten tot de invoering van prijsconcurrentie, zonder dat alle randvoorwaarden zoals voldoende kwaliteitstransparantie, voldoende mobiliteit van patiënten, informatie die beschikbaar moest zijn, dat was allemaal nog niet geregeld. En toch is besloten tot marktwerking en daar zie je dus ook de negatieve bijwerkingen van.